Kijk, dit vind ik nou hartstikke leuk. Ik ben Mirjam Jansen uit Amsterdam, kunstenaar en healer. En ik ben op zoek naar de gebieden waar dat in elkaar overloopt. En dit is zoiets. Ik ben in Savernock Forest, vlakbij Marlborough in Wiltshire. En ik ben hier eerder geweest op deze plek en het voelt zo goed. En nu ben ik hier op een moment in, wat is het, de laatste dag van april. Dit vers groene gras, wat als een verse deken onder deze oude bomen ligt, prachtig. Dit bos heeft een aantal hele oude eiken. En ik ben nog steeds diep onder de indruk van de kracht van die oude bomen. En als je ermee contact legt met de helende werking ervan. En als je ermee gaat praten met de kennis van die bomen, fenomenaal. Zelfs alles wat hier aan oorlogsactiviteit heeft plaatsgevonden, dat overstijgen die bomen met gemak. En dit is een plek waar je kan staan en echt even alle rotzooi uit je energieveld kan laten zakken. En dat helpt, daar helpen die bomen bij. En waarom ik deze video nou wil maken, is omdat ik het zo belangrijk vind dat iedereen in de gaten houdt dat zijn energieveld schoon blijft. En dus ook vertrouwd raakt met de plekken waarop dat kan gebeuren. Bijvoorbeeld zwemmen in zee. Of met je rug tegen een boom zitten. Of ergens boven op een berg contact leggen. Met de maan. Gewoon op je rug naar de sterren kijken. Zorg dat je weet op welke plekken je tot rust komt. En je energieveld weer schoon krijgt. Laat krijgen. Want kijk, ik doe dat niet. Deze bomen doen dat mij. En ik zat net even van, even kijken of ik mag. Of ik hier wel mag staan. En het is met deze prachtige heksenharen, zegt deze eik ja. En ik kan voelen dat hij contact heeft met andere eiken. Dus ik sta in het morfogenetisch veld van deze bomen. Jek! Hartstikke goed. Voor mij is dit een prima plek.